Eén wijziging in de opstelling bij Emma Araujo is terug in het elftal. Is weer basisspeler. Dat gaat ten koste van Apau. En daardoor speelt Kezia Veendorp weer als rechtsback in de formatie van Dick Lukien. Emma dat 5 van zijn laatste 6 wedstrijden won. Alleen vorige week punten verspeelde. Op bezoek bij de Graafschap. Het komt vroeg op voorsprong. Het doelpunt van Miguel Araujo. In de 3e minuut is het al raak voor de koploper in de keukenkampioendivisie. Araujo wint het kopduel van Finn Stam en het staat 1-0 voor Emmen. 5 wijzigingen overigens in de opstelling van Jong AZ, de formatie van Maarten Martens. 5 wijzigingen ten opzichte van de nederlaag thuis tegen Roda. Dit is een schot van Garcius, knap gepakt door Sam Westerveld, de keeper van Jong AZ. De belofte van AZ verloren dus van Roda, zo kwam er een einde aan een fraaie serie van 4 overwinningen op een rij. Aardige paas hier van Alouche, maar daar gepakt door Michael Brouwer. Eigenlijk zijn er amper kansen voor Jong AZ in de eerste helft. We zagen Maarten Martens. AZ zien we terug op de 12e plaats met 38 punten. Hier verder de Jong en dat scheelt niet zoveel. Zo voetbalt Emmen toch ook niet echt een hele makkelijke wedstrijd. Ruststand 1-0 dankzij die goal van Araujo, die dus al zo vroeg viel. Dit is de tweede helft. En dan gaat Jong AZ op jacht naar de gelijkmaker. Koopmeiners probeert het. Zag zijn broer uitblinken in de kwartfinale Europa League voor Atalanta in de wedstrijd tegen Leipzig. Nu wil hij het zelf laten zien. Hier gaat Poku. Opgewacht door aanvoerder Veldmaten. Zo probeert Jong AZ het wel degelijk aan de Oude Meerdijk. Schotje van Alouche is makkelijk voor Michael Brouwer. Dan Emmen weer eens. Garcius gebruikt zijn lichaam goed. Nog altijd Garcius. Emmen dat eerder dit seizoen overigens punten verspeelde in de uitwedstrijd tegen Jong AZ. Want die eindigde in november in 0-0. Veendorp wil combineren. Met Rui Mendes. Romani krijgt de kans. Is dit een overtreding? Nee, zegt scheidsrechter Ingmar Oostrom. Geen overtreding van Finn Stam. En zo blijft het verschil in de openingsfase van de tweede helft 1. Hé, wat gebeurt daar met Veldmaten? Veldmaten raakt geblesseerd. Belangrijke kracht natuurlijk in de ploeg van Lukien, zijn aanvoerder, centraal achterin. En Veldmaten kan niet verder. En wordt vervangen door Luzayadio. Ook Bernadou valt in, net als Hardeveld. Tegenvallen voor Emmen. Het uitvallen van Veldmaten. Hier is invallen Luzayadio. Goeie voorzet. Oh, wat wordt daar slecht verdedigd. En dan zit hij erin ook. Romani straft het af. Fout van Zico Buurmeester. Want die ziet helemaal niet dat Asenoun uit zijn rug komt. En dan valt de bal voor Romani, die er 2-0 van maakt. En dat is een bevrijdende treffer voor Emmen. En dan is de overwinning eigenlijk wel binnen voor de ploeg van Lukien. Poging van Rui Mendes. Het is eigenlijk alleen nog wachten op een doelpunt van hem. Want scoren deed hij in de laatste 6 wedstrijden voor Emmen telkens weer. Araujo. AZ probeert de tegenstander wel vast te zetten. Maar dat lukt niet echt. En hier wordt Rui Mendes weggestuurd. En Rui Mendes scoort. Perfecte paas. Schitterend afgemaakt. 13e doelpunt van het seizoen voor de Portugees. En hij scoort dus in de 7e wedstrijd op een rij voor koploper Emmen. ...3-0. En zo ziet het publiek in de tweede helft toch nog een hele aardige wedstrijd. Emmen wil nog meer in de blessuretijd. Rui Mendes met de paas. Is dit een overtreding van Lathouwers ten opzichte van Asenoun? De scheidsrechter vindt dat de bal wordt gespeeld. Het blijft bij 3-0. Koploper Emmen wint en is nu wel heel dicht bij promotie.